Nou, kijk, de Verenigde Naties had een resolutie gemaakt uh, die opriep tot een staakt het vuren, die opriep tot het toelaten van hulp, die uh, ertoe opriep dat de gegijzelden uh, vrijgelaten moesten worden. Het was een hele gebalanceerde resolutie, waar natuurlijk lang over wordt gepraat. Uh, en dan op een gegeven moment ligt er een tekst voor, en dan kiest Nederland ervoor om daar niet voor te stemmen, zoals Frankrijk, België, Spanje, andere buurlanden, uh, maar om zich te onthouden. Ik vind dat een enorme gemiste kans. Uh, volgens mij moeten we nu dit vreselijke geweld wat op dit moment. Op de Gazastrook plaatsvindt, zo snel mogelijk stoppen. We zien ook dat het eh, nergens toe leidt. behalve tot ontzettend veel doden. en een enorme voedingsbodem voor een nieuw geweld. Dus Nederland had hier voorop kunnen lopen. Wij zijn het land eh, dat veel waarde hecht aan vrede en recht. Zoals bekend dat de internationale rechtsorde hoog heeft staan. Uh, ja. dan, dan moet je zo'n kans niet, uh, niet laten lopen. U bent het daar niet mee eens, uh, meneer Breekomans. U steunt eigenlijk Rutte in zijn besluiten? Ja, het, het was juist geen gebalanceerde tekst. Want wat er namelijk niet in stond, was een veroordeling van Hamas. Hè, er was een amendement ingediend om de terroristische aanval om die te veroordelen. Die was niet opgenomen. Er stond ook niks in over het recht op zelfverdediging van Israël. Dus in feite zou je dan met deze resolutie zeggen: Israël mag geen militaire middelen meer inzetten om Hamas te verzwakken. En er zat geen oproep in om gijzelaars vrij te laten. En dat zijn ook drie hele belangrijke onderdelen natuurlijk van het internationaal recht. Dat als er een terroristische aanval plaatsvindt, dat je die veroordeelt. En dat een land dan ook het recht heeft om zichzelf daartegen te verdedigen. Ja. Nou, wat wel in de resolutie zat, was inderdaad een oproep om humanitaire goederen zo snel mogelijk door te laten en om humanitaire pauzes in te richten. Dus ik vind dat Nederland goed aan heeft gedaan om te zeggen. we stemmen niet voor of niet tegen die motie, maar we onthouden ons omdat er hele essentiële ja. elementen ontbreken. Want Jasper van Dijk, wat, wat, zijn aanvulling, dat is eigenlijk een, een bijlage die eraan kan hangen, die is er dus niet aangehangen. Daar valt ook niet zoveel tegen in te brengen, toch? Israël nee. heeft toch het recht om zich te verdedigen? Zeker. En het is ook Waarom ben je daar dan tegen dat het erin staat? Nou, het, omdat die resolutie een uitkomst is van onderhandelingen. Ja. En natuurlijk moet je Hamas veroordelen. Het is verschrikkelijk wat zij hebben gedaan. Uh, Israël heeft ook het recht om zich te verdedigen. Maar laten we nu even na drie weken de balans opmaken. Dit is geen verdedigen meer. Dit is keihard aanvallen: grootschalig bombarderen van onschuldige burgers. Dit is de Gazastrook blokkeren, het onthouden van voedsel. Uh, en water, dat is ook een oorlogsmisdaad. Ja. Dat mag niet. Uh, dat zegt uh, het internationaal strafhof. Dat zegt talloze organisaties. Er moet nu een streep geschilderd worden. Is dat nu vastgesteld? Want dan krijg je dus de discussie: wat is een nee. oorlogsmisdaad? Dus als er bijvoorbeeld een commandocentrum onder een ziekenhuis zit. Um, en er komt een bombardement van de Israëlische luchtmacht, is dat dan meteen automatisch een oorlogsmisdaad? Dat is nee, een hele discussie. Ja, ja. Ja. Nee, je kunt zeggen dat iets in strijd is met het internationaal recht. Dus op het moment dat je een blokkade uitvoert en je laat geen humanitaire goederen toe, dan weet je dat is in strijd met het internationaal recht. Maar de lat om te zeggen iets is een oorlogsmisdaad, die ligt een heel stuk hoger. Daar wordt nogmaals gesproken jarenlang juridisch onderzoek naar gedaan. Dus om zomaar te zeggen op het moment dat Israël zichzelf verdedigt daarbij bepaalde doelen stelt, namelijk ja. Hamas verzwakken... en dat gaat inderdaad helaas gepaard met heel veel burgerslachtoffers... dan kun je niet zomaar zeggen dat is uh, een oorlogsmisdaad. Er zijn talloze deskundigen gisteravond bij Nieuwsuur... uitstekende uitzending, ook Marieke de Hoon, strafrechtgeleerde hierover... die heeft gezegd het is een oorlogsmisdrijf... om op deze manier burgerdoelen uh, mm. te raken... Mm. om een bevolking collectief te straffen en van voedsel te ontzien. Hè? Dus